Als trainings- en adviesbedrijf zijn we gespecialiseerd in weerbaarheid en veerkracht. In die hoedanigheid zijn we actief binnen een groot aantal zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen deze organisaties zien we diverse dilemma's en vraagstukken herhaaldelijk terugkomen. De vraag hoe om te gaan met probleemgedrag is er hier één van. Een korte blik op de geschiedenis leert al snel dat er binnen de zorg voor mensen met een complexe hulpvraag veel veranderd is. De afbouw van Zweedse banden en het sluiten van isoleercellen zijn hier duidelijke voorbeelden van. We zien langzaamaan ook de visie op weerbaarheid voor zorgprofessionals veranderen. Waar de nadruk voorheen lag op het fysiek beheersen en controleren van de cliënt, lijkt er nu veel meer oog te komen voor de mens met zijn hulpvraag. Toch zien we ook in toenemende mate diverse oplossingen voor het probleemgedrag die op korte termijn hun effect lijken te hebben, maar op lange termijn problemen veroorzaken. Eén daarvan willen we vandaag uitlichten. We noemen het de Hollandse band. Deze term is afgeleid van de Zweedse variant waarvan zo'n 10 jaar geleden afscheid genomen is. Met de Hollandse band doelen wij op het aanbieden van structurele 1-op-1 begeleiding bij mensen met een complexe hulpvraag en probleemgedrag. In eerste instantie geeft de investering die hoort bij het inzetten van 1-op-1 begeleiding vaak voor zowel de organisatie, de professionals als de cliënt een positief effect. De cliënt ervaart veel nabijheid. De begeleider ervaart meer rust en overzicht in zijn werk. De organisatie is tevreden omdat de investering heeft bijgedragen aan een gevoel van veiligheid. Echter zien we in veel gevallen al snel dat de cliënt zich afhankelijk gaat voelen van de individuele begeleiding die hem of haar geboden wordt. De begeleider merkt dat zijn werk langzaam meer op dat van een bewaker gaat lijken. Hij of zij krijgt namelijk bewust of onbewust de taak om er de komende uren voor te zorgen dat er niets mis zal gaan. De organisatie in de vorm van de manager of planner komt erachter dat de extra inzet drukt op de bezetting en er grote teams nodig zijn om het vorm te kunnen blijven geven. Een groot team vormen maakt dat men soms afhankelijk wordt van personeel dat extra moet worden ingehuurd. Een groot team maakt tevens de afstemming tussen de individuele teamleden lastig. De eerder genoemde bewakersrol maakt het werk belastend. De cliënt die de gehele dag op de voet wordt gevolgd door iemand die ervoor zorgt dat het goed blijft gaan, zal het wel nodig hebben. Met andere woorden, daar moet je voor oppassen. Dit stigmatiserende effect heeft een negatieve uitwerking op het zelfbeeld van de cliënt. De zware belasting die de professionals ervaren eist een tol en geeft steeds vaker een gevoel van frustratie of onveiligheid. Als reactie hierop zie je dat men met elkaar een klimaat ontwikkelt wat van voorwaarden, afspraken en regels aan elkaar hangt. De belasting van het 1-op-1 werken en het chagrijn wat vaak ontstaat binnen het eerder genoemde klimaat zorgen voor ontevredenheid bij alle betrokkenen. Niet zelden ontstaat er een situatie waarin medewerkers afhaken en het aankomt op nog maar een paar professionals die met de cliënt kunnen werken. Het ontstane proces levert de cliënt inmiddels al lang geen veiligheid meer op, maar heeft weer plaats gemaakt voor angst en stress. Angst, de roofbouw en de ontevredenheid maakt dat we feitelijk weer terug bij af zijn. Voor de helderheid, de beschrijving van dit proces is geen aanval op de goede intenties en inzet van organisaties of professionals. We willen het fenomeen vooral onder de aandacht brengen en kijken of professionals het herkennen. In onze ogen is het tijd om na de Zweedse ook de Hollandse band aan te pakken. Van Venderlo heeft hier wel concrete ideeën over en wil graag in contact komen met organisaties en teams die hierin ook stappen wensen te nemen. Tot slot, we zijn nieuwsgierig naar deskundigen die hier hun mening over willen geven. Wij zouden een reactie op dit beeld erg op prijs stellen.